kansen krijgt Scholten in deze set om voor hem te breken. Hij heeft er nu één gehad, één gemist. Scheelde niet veel. 100. Check wat percentages van Scholten en Fordham. Scholten is flink omhoog gegaan. Nu naar de kleine 26%. Fordham, ja, zit eigenlijk volgens mij precies op zijn toernooi gemiddelde. Maar dat had ik van tevoren uitgerekend. Het was 48%, zo weet je. Nou, dat haalt hij nu weer netjes. Dus. Ja, dat is heel knap. Dat is gewoon heel goed. En nu pakt hij de 580 van de wedstrijd. Nee, want hij gaat voor 138. Triple 18. Eens kijken of Andy hem beter kan wegzetten als 154 van Roland Scholten. Hij heeft wel trippels nodig. Nee, 16. Doet hij niet. 154 voor Roland. Gegooid. 78 over. Heel mooi. 24 over. En hier komen 144. Het is de leg van Scholten. Met triple 19. Wegzet het op 64. Scholten dubbel 12. Oeh, die zit er ver vanaf. Ja, bleef ongeveer dezelfde afstand ertussen. En leek er zo mooi naartoe te werken. Voor hem op 64 voor een 2-0 voorsprong. In legs. We beginnen met 16, hij begint met een 8. Als hij 16 gooit, heeft hij dubbel 20 over. Dubbel 20. Nog weinig dubbels gemist. 20 ball. Dichtbij weer, maar goed, kansje voor Roland. Dubbel 3. Ja, die gooit hij in één keer. Knap. Behoudt zijn eigen leg. Dat is opdracht 1. Maar opdracht 2 is moeilijker en belangrijker nog misschien wel. Hij moet een leg van voor hem gaan pakken. En waarom niet meteen deze? Begint goed met 100. Ja, ook goed hoor, Andy. Twee trippels, drie trippels, 180. Heeft geen zin in een achterstand in deze set. Gooit nog 95 erbij. Heel knap, dan 9 pijlen op 131. Nou, let op Scholten, dat is 1. Nog eentje erbij. 100. Dat is jammer. Andy Rickwall, 131. 131 voor Andy. Triple 20 eerst.
kan hem alleen maar weg gaan zetten. Ik denk dat hij erin zit. Ja, 19 erbij, 32 over. Scholten nog niet op een finish, 42. Drie pijlen voor dubbel 16. 2-1 in Lex in de zesde set. Voor hem. Gooit hem met zijn tweede pijl. En het begint er wel heel erg op te lijken dat we een geheel Engelse finale krijgen. Nadat Phil Taylor al voor de uitschakeling van Raymond van Barneveld verantwoordelijk was. Is Andy Fordham nu één leg verwijderd van een plek in de finale tegen Phil Taylor. Dit is goed van Roland. 140 begonnen. Nu 83. Dat is pech met de laatste. Een triple 5. Goeie eerste pijl meteen in de triple om aansluiting te vinden in deze leg. Tweede erin. Gooit hij nog een 180. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn en dat doet hij hoor. Nog een 180. Zijn vierde van de avond. Scholten staat op 2. En Fordham heeft 143 voor de wedstrijd. We beginnen met triple 20. 143. 123 over. Nu 63. Na de 13. Triple 13. Blijft de 24 over. Die mist hij dan. Maar zet hem heel mooi weg. Nu Scholten, 64. 14. Bullseye. Jammer. Ik zet hem weg op 30. Krijgt Scholten nog pijlen op de Masters of Darts? Of is het Fordham die 57 uitgooit en zich plaatst voor de finale? Twee pijlen voor dubbel 20. Ja, en waarom zou hij die nu opeens gaan missen? Scholten geeft het respect aan Andy Fordham dat hij verdient. Groot respect onderling. Het is jammer dat Scholten vandaag zijn top niet kon halen. Daar zelfs ver van verwijderd bleef. En kansloos is in de partij tegen Andy Fordham. Ja, Marije weet het ook. Hij heeft het gewoon niet kunnen laten zien. Het is toch weer een compleet nieuwe ervaring. Met 3.500 mensen in de zaal. Phil Taylor zelfs zei het al. Een unieke atmosfeer hier. En dat maakt het des te moeilijker. Put your hands together from the Netherlands. Roland Scholten! Maar hij heeft indruk gemaakt hier de afgelopen week. Hij was na Phil Taylor veruit de beste PDC-speler hier aanwezig. Beter dan Lloyd, beter dan Mardell. Jammer genoeg geen partij kunnen bieden vanavond tegen Andy Fordham. Maar respect heeft hij zeker afgedwongen deze week hier in Hengelo. Roland Scholten. Beside me standing. What a character this man is. But most of all, what a player this man is. Put your hands together. The Viking, Andy Fordham. En hij krijgt een herkansing. Hij maakte het Phil Taylor al heel lastig in de poolfase. Toen was hij de enige speler die sets van hem wist af te pakken.